Welkom bij Woken TV Kijk Mijn Wijk. Wij zijn nu bij de buitenwacht en we gaan een vrouw interviewen die veel over de buitenwacht weet. Tot zo. Hoe heet u? Ik heet Riki Bansberg. Waar zijn we nu precies? We zijn in de buitenwacht, dat is in de Bospontoussaintstraat, hier in Oud-Crispijn. Wat is precies de buitenwacht? De buitenwacht was vroeger een kerk. Dat kun je wel zien misschien door het raam hier. Dat is een raam wat hoort bij een kerk. Maar nu is dit huis is van de buitenwacht. In de buitenwacht kunnen alle mensen uit de wijk komen voor een kopje koffie, voor een praatje, maar ook als ze ergens hulp bij nodig hebben. Hoe lang bestaat de buitenwacht al? Die bestaat dit jaar precies 30 jaar, in september. Wat doet de buitenwacht? Ja, wat doen we? Wij zijn 6 dagen in de week open. Nee, dat is niet helemaal waar. We zijn 7 dagen in de week open. En op de maandag tot en met de vrijdag is het hier gewoon open voor alle mensen die binnen willen komen. En op de vrijdagmiddag worden hier de voedselpakketten uitgedeeld van de voedselbank. Dus dan komen hier heel veel mensen om hun pakket op te halen. En op de zaterdag wordt hier muziek gemaakt. En op de zondag komen hier mensen voor de kerk. Dus dan zitten ze beneden, je hebt daar net een grote zaal gezien. En dan komen de mensen en dan hebben die hier een kerkdienst. Wat hier elke dag is, is het huiswerkhuis. Dat zijn scholieren op het mbo, nee dat zeg ik verkeerd, vmbo of op de havo of het ateneum. Die eigenlijk heel moeilijk thuis hun huiswerk kunnen maken. Die komen hier naar het huiswerkhuis. En dan komen hier elke middag bijna 30 jonge mensen om hun huiswerk te maken. En daar krijgen ze hulp bij. En is dat alles wat jullie hier doen? Nee, we hebben nog iets. We hebben ook sinds 1 februari hebben we hier een klas. En daar zitten allemaal vrouwen op. Vrouwen uit allerlei landen. En dat zijn 14 vrouwen. Die komen hier leren en die kunnen hier een diploma halen. En dat noemen wij een AKA-opleiding. Hallo, dit was Woken TV voor vandaag. Tot de volgende keer. Doei!